Hallo beste mensen, leuk dat jullie weer kijken naar Mauri Vlog. Ik ben Mauri, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag een nieuw petje op mijn hoofd van Coca-Cola. Ik was gisteren bij een tankstation en er was een aanbieding voor twee flesjes cola voor hem. En dan krijg je daar een petje bij, dus dat heb ik gedaan. Ik heb twee flesjes gekocht, daar heb ik een heel mooi petje aan overgehouden. En hij zit goed, hij waait niet af, hij zit strak op mijn hoofd, hij valt op. En ik promote Coca-Cola en dat is natuurlijk altijd positief. Dat is heel commercieel. Ik ben ook heel commercieel aangelegd. Ik kom ook snel aan met nieuwe pranks. En mensen, stuur alsjeblieft vragen in voor meerdere Q&A's. Want er komen wel een reeks van 5 Q&A's aan deze weken. Dus stuur wat in mensen. Dat kan op allerlei video's van mijn Q&A's. En dan stuur wat vragen in en dan zal ik die zeker behandelen. Amor, vragen! Als eerste wil ik de Horse Fighter Army account een fijne vakantie toewensen. Hij gaat namelijk op vakantie met zijn vrienden. Hij heeft niet verteld waar naartoe. Maar bezoek mooie accommodaties waar je ook heen gaat. Maak er een mooi avontuur van. En leer vooral nieuwe mensen kennen. Gegroet en shout-out naar de Horse Fighter Army. Boom! En mensen, we gaan beginnen met de Q&A. De eerste vraag is van Rick van Dinter. Mauri, met wie kan ik het beste opschieten? Met Kaakmans? Met Fikas? Of met de Lumpia, man. Nou, ik denk toch echt met Kaakmans. Want of misschien de Lumpia, man. Ik denk de Fikas. Ja, ik denk met Fikas. Met Fikas ga ik namelijk meerdere video's opnemen, mensen. Hou mijn kanaal in de gaten om deze video's te kunnen zien. Mensen, nog een ander leuk weetje over Fikas. Ik heb een baan voor Fikas. Ik ga morgen naar Fikas toe. En ik ga alles filmen. En Fikas begint morgen met zijn eerste werkdag. Amour, bandjes. Flutorio Moncler vraagt aan mij. Mauri, wat zijn de nieuwe vormen van inkomsten voor mijn YouTube kanaal? Nou, dat zal ik zeggen. Dat zijn namelijk mijn eigen merchandise. Ik kom binnenkort met meerdere t-shirts. Deze t-shirts zijn te koop in Heerenveen bij Thomas Partijhandel. Ik kom binnenkort met nieuwe patches. En ook aanstekers zullen op de markt komen. En zullen mijn kanaal promoten. Mensen, gegroet! Nog een vraag van Vittorio Moncler. Hoeveel exen heb ik? Ik denk dat ik... Even denken. 1, 2, 3... Ik heb een stuk of 3 exen. Amour exen! En Vittorio Moncler is een trouwe kijker. Daarom dank ik jou, als je dit ziet, voor al je vragen die je hebt ingestuurd. Bedankt. Tom Schaderveld vraagt aan mij een shout-out naar Vittorio Moncler. Shout-out... En naar heel de Horse Fight Army. Amour, vuur. Boom! Waard vraagt mij. Wat is de dikste kut die je ooit hebt gezien? Nou, de dikste kut die ik ooit heb gezien. Dat was van een... escort. En ik weet haar naam niet, maar ze was blond en ze had een hele dikke kut. Amour, faya! Boom! Erik Doe Rustig vraagt aan mij, Mauri, kan ik bij de Horse Fighter organisatie? Uiteraard kan dit. Je hebt een YouTube-account, je kan reageren met ons. Je kan ook uiteraard een t-shirt kopen met bedrukt hashtag Horse Fighter. Dat is de nieuwe productie die in gang wordt gezet. Jullie krijgen snel te horen wanneer dit zal zijn. Hou mijn kanaal dus daarom altijd in de gaten. Gerben van Dijk vraagt aan mij, Mauri, kan ik mijn tenen zien als ik rechtop sta? Uiteraard kan ik dit zien. Mijn teennagels zijn heel verzorgd, want ik knip ze elke dag en ik was ze elke dag. Amour, teennagels! Amour, bij de weg vraagt aan mij, kan ik al mijn cretines opnoemen? Pardon. Hij heet niet Amour bij de weg, maar Jeroen bij de weg. En mijn cretines zijn als volgt. Amour, vaya! Dikke kut, boktor, dikke kut, boom, horsefighter, yeah, horsefighter. Amour faya. Fauron Page vraagt mij, Mauri, wat voor telefoon heb je? Ik heb momenteel een iPhone 5. En mijn Samsung S5, die wordt opgestuurd. Die is niet meer goed, die is kapot helaas. Die wordt momenteel opgestuurd naar de fabriek. En die wordt hersteld naar fabriekseigenschappen.
Dus hij wordt hersteld en gerepareerd zoals die hoort te zijn. En die telefoon van mij die had nogal wat schade. Dus ik hoop dat die wordt afgekeurd en dat ik een nieuw toestel kan uitzoeken. Allemaal dankzij KPN Nederland. Shoutout naar KPN. Wie vroeg dat? Oh ja, kansloos! Vroeg hij mij. Wat vind ik nou van Heerenveen en woon ik daar ook? Momenteel woon ik overal en nergens. En Heerenveen is een prima accommodatie. Namelijk staat Heerenveen bekend als Europese sportstad. Heerenveen is een sportstad omdat Heerenveen op grote schaal veel sporttalenten kent. Foppe de Haan, Klaas-Jan Huntelaar en al die schaatsers en andere grote voetballers komen allemaal uit Heerenveen. Het is een sportstad. Het heeft goede accommodaties. Het heeft alles wat een stad nodig heeft. Het heeft een McDonald's. Het is er altijd erg druk op zondag vanwege de voetbalwedstrijden. Je kan er prima shoppen. Je hebt er een treinstation, geen metro. En uiteraard heb je hier ook prima eetgelegenheden. Zoals de Ambacht. Je hebt hier een lumpia-kraam waar ik mijn prank heb opgenomen. Heerenveen is een soort van thuisbasis. En uiteraard heb je in Heerenveen ook Thomas Partijhandel. En hier kun je binnenkort meerdere t-shirts ophalen. Nieuwe t-shirts van Horsefighter. In meerdere kleuren, mensen. Dus hou mijn YouTube-kanaal in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe updates. Boom! Emiel Zeuren vraagt aan mij. Komt er een webwinkel? Uiteraard ben ik hiermee bezig. Ik ben aan het onderzoeken welke webshop het meest zal uitpakken. Wie deze gaat bouwen. En hoe deze in de lucht komt. Hoe die gaat heten ook. Hoe die eruit komt te zien. Daarom zeg ik, hou mijn kanaal in de gaten om dit allemaal te kunnen volgen. Volg me dus ook op Twitter en Instagram, mensen. Amour, faya! Max van Schijk vraagt aan mij, hoe lang ben ik al een horsefighter? Ik ben heel mijn leven lang een horsefighter. Ik heb altijd gevochten. Ik heb altijd gestreden. En ik dacht altijd al anders dan de rest. Ik deed ook andere dingen dan de rest. Ik was altijd eigenwijs. Ik deed mijn eigen ding. Ik laat me niet gauw van mijn kaart brengen. Er valt niet met mij te fokken. Het is allemaal niet zomaar wat. Ik ben ook presentator. Ik ben ook president van de Horsefighter Organization. Dat wat ik promote op mijn t-shirt. Shoutout naar de Horsefighter Organisatie. Het Zaadkanon vraagt aan mij advies. Hij is namelijk van zijn scooter gevallen in de buurt waar een leuk meisje woont. En zij heeft dat gezien. En nu denkt hij dat zij hem een sukkeltje vindt. Omdat hij dus is gevallen met zijn scooter. Dus wat kan hij nu het beste doen om haar hart te veroveren? Ik zou zeggen, kleed je mooi aan. Doe een lekker luchtje op, zodat ze weet dat je er goed uitziet en dat je lekker ruikt. Ga naar de toe. Begin opnieuw. En begin niet over het ongeluk. Alleen als zij er naar vraagt, dan zeg je gewoon, ik gleed uit. Of ik was afgeleid door je mooie ogen. Want je bent zo mooi, dat ik van mijn scooter afviel, omdat ik gewoon de weg kwijt ben op wanneer ik jou zie. Zeg dat je van haar houdt. En zeg dat je jaloers bent en dat je wordt gevuld door jaloezie wanneer ze naar andere jongens kijkt. Zeg dat deze dame alles voor je is. En natuurlijk dat je beter zou uitkijken voortaan als je op je scooter rijdt. Kijk voortaan uit waar je rijdt. Amour, scooter! En alsnog, dank een keer voor deze vraag. Ik hoop dat je je weg kunt vinden met deze mooie meid. En dat je haar hart kan veroveren. En dat jullie voor altijd bij elkaar blijven. Amour, liefde. Succes ermee. Boom! Shevan Boy vraagt mij, waarom ben ik zo'n kneus? En waarom maak ik zulke kutvideo's? Ten eerste doe ik wat ik leuk vind. Ik wil mensen graag aan het lachen maken. Ik vind het leuk om daar reacties op te krijgen die ik vervolgens kan beantwoorden. Ik vind het leuk om Q&A's te houden. Om mensen vragen te beantwoorden. Ik vind het leuk om te zien wanneer mensen mij volgen. Ik vind het leuk om de statistiek op YouTube in de gaten te kunnen houden. En te kunnen zien wat zijn nou de progressie binnen mijn YouTube kanaal. Uiteraard sluit ik me aan bij de YouTube community en draag ik mijn steentje bij voor een betere wereld. Jeroen de Boer vraagt aan mij, wanneer ben je nou te klein voor een horsefighter?
Ik heb een groep met vrienden, zegt hij tegen mij. We zijn allemaal horse fighters. Alleen er is één persoon en die is 1,50 meter. Is hij te klein om een horse fighter te zijn? Uiteraard heeft lengte helemaal niks te maken met ben je nou een horse fighter of niet. Je kan 2 meter zijn en je hoeft geen horse fighter te zijn. Je kan 1,50 meter zijn en je kan een horse fighter zijn. Het ligt aan jezelf. Strijd je ervoor. Pak die kans. Wees anders dan de rest. Doe gewoon je eigen ding. Maar wanneer jij vindt dat je een horse fighter bent, ongeacht je lengte, dan ben je dat uiteraard. En helemaal wanneer je een horse fighter t-shirt draagt en meepraat binnen de YouTube community. En reageert op mijn video's uiteraard. Boom! Nou beste mensen, dit was het weer met de Q&A voor vandaag. Het is vandaag dinsdag. En mensen, ik heb vandaag veel te doen. Ik moet nog veel regelen. Morgen kom ik met een nieuwe video en dat gaat over Ficas. Ik heb namelijk een baan voor Ficas. Ik heb namelijk een deal gesloten met een coffeeshop-eigenaar. En mensen, die neem ik mee naar Ficas. En Ficas die krijgt morgen een nieuw baantje. Namelijk een baantje als, ja, als jointdraaier eigenlijk. Maar dat zien jullie allemaal morgen mensen. Dat hou ik nog even geheim. Ik kan er niet te veel over zeggen. Morgenmiddag ga ik naar hem toe. En dan ga ik alles filmen. En morgenavond kom ik met de nieuwe video. Ficas en zijn nieuwe baan. Abonneer op mijn kanaal. En ik laat jullie gauw weten wanneer ik weer nieuwe t-shirts heb. En dit was dus weer mijn laatste video voor vandaag. En mensen, als jullie nog meer vragen hebben, laat het dan achter op de vorige video van de Q&A. Daar kunnen jullie al jullie vragen achterlaten. En dan wordt het behandeld in mijn volgende Q&A. Nou mensen, dit was het weer voor vandaag. Ik heb nog genoeg te doen. Ik ga dadelijk eerst op weg en ik moet nog een video opnemen. En die komt morgen online of later de avond. Ben je nog niet geabonneerd mensen, doe dat dan even. En geef een blauw duimpje omhoog. Hou mijn kanaal in de gaten. En het is je boy Mauri. Gegroet! Boom! Horsefighter! Horsefighter!